Beste wagengebruikers, in deze video wil ik jullie graag laten zien hoe je het beste muurverf kunt spuiten met de Wagner Control Pro 350M. Een airless installatie waarmee je naast lak, bijts, zeker ook muurverf kunt spuiten. Aan de hand van een aantal tips en trucs wil ik jullie laten zien hoe je het beste resultaat kunt krijgen. Dus kijk even door. Muurverf spuiten met de 350M is perfect mogelijk. Op het moment dat je een aantal tips en trucs gebruikt die we in deze video verder gaan uitlichten, ga je ervoor zorgen dat je een prachtig mooi resultaat hebt, lekker snel kunt werken enzovoort. Dat is wel belangrijk met het gebruiken van een airless natuurlijk. Als eerste muurverf. Je hebt natuurlijk buitenkwaliteit de muurverf, binnenkwaliteit de muurverf. De 350M is met name voor de binnenkwaliteit de muurverf geschikt. En ik zeg altijd, probeer hem tussen de 10 en de 15% te verdunnen. De meeste viscositeiten van die binnenmuurverven liggen vrij hoog. En de 350M is niet de allergrootste pomp die we in het programma hebben. Dan zul je een klein beetje die concessie moeten doen. Dus 10-15% verdunnen gaat perfect. En dan hou je ook voldoende dekkracht over. Warm water is het beste. Ik zeg zoals, ja, gebruik maar een beetje heet water. Zorg dat die muurverf lekker op temperatuur is. Dan ga je die viscositeit positief beïnvloeden. Die ga je dunner maken. En dan krijg je dat je een mooier resultaat gaat krijgen. Dus een klein beetje heet water erin. En dan goed mechanisch oproeren. Dat mechanisch oproeren is ook een belangrijke. Zorg ervoor dat je werkt met een schone spindel. Een verfmenger. In combinatie met een boormachine, accu-schroeftol of iets in die geest. Gaat dat op een hele makkelijke manier, kun je dan heel even die 10 liter, want dat zal het meestal zijn, kan je wat kleine aanpassingen in doen, kleine verdunningen hoeveelheid mee doen. Zorg ervoor dat die spindel helemaal schoon is. Spindels die de laatste keer gebruikt zijn voor egaline of sierpleister of voor mij het cement, doe dat niet of maak ze in ieder geval heel goed schoon. Op het moment dat je ze gaat gebruiken en er komt allemaal rommel in die muurverf, dan ga je dat ergens in het aanzuigfilter of in het pistoolfilter terugvinden. En dat is gewoon heel erg onhandig. We maken dat regelmatig mee. Als je de temperatuur van die muurverf goed voor elkaar hebt, dan adviseer ik om te gaan werken met spuittip 515. Er zitten drie spuittips bij de 350M. De 311, die is voor lak. De 515, die is voor muurverf. En de 517, die is voor wat zwaardere muurverven nog. Maar laten we één ding, die 515 is gewoon een fantastische muurverfnozzel. Dus die gebruiken. In combinatie met het witte pistoolfilter. Als je die combinatie aanhoudt, dus 515, wit pistoolfilter, zit je altijd goed. Eén ding nog, op het moment dat je de emmer met muurverf opentrekt, dan zit er wellicht aan de onderkant van dat deksel zit een beetje hard geworden, zacht noem ik het maar. Verf die een velletje vormt. Als je die, we zijn wel Nederlanders, maar doe het maar niet. Als je die afschuift met de rand van de emmer enzovoort, dan valt alles aan die onderkant van dat deksel, dat valt dan in je emmer. Doodzonde, want dat is niet nodig en dan krijg je alleen maar troep in je muurverf. Dus ook dat niet doen. Op het moment dat we eenmaal die muurverf eronder hebben gezet, en daar hebben we andere video's voor, dan gaan we aan de slag en dat wil ik nu graag met jullie gaan delen. Als we de juiste spuittip en de juiste filter hebben geplaatst, dan kunnen we even gaan afplakken. Het is nevelarm, maar je moet altijd iets afplakken. Ik raad mensen altijd aan om met dit soort materiaal te gaan werken. Dat is folie met tape eraan. Daarmee kun je op een hele snelle manier kun je zaken afplakken. Hup, rits, rats. Je kunt het naar beneden trekken. En op dat moment heb je eigenlijk al direct een stuk wat je niet kunt raken. En dit is over het algemeen meer dan voldoende qua afplakwerk. Dus dit soort materiaal, we hebben het van Wagner, dus gebruik het zeker. Qua spuiten kan ik je aanraden om een spuitafstand aan te houden van ongeveer 25 tot 30 centimeter van je object af. Daarnaast hou je spuitpistool recht naar het object. Ga niet de tuin sproeien, zoals ik het altijd noem. Dus op het moment dat je dit gaat doen, van links naar rechts, maar uit een polsbeweging, of van boven naar beneden, maar dan uit een polsbeweging, dan krijg je echt veel meer nevel. Als je je spuitpistool recht op je object houdt, 180 graden op je object,
en dan meebeweegt met je object, dan heb je qua muurverf spuiten heb je het mooiste voor elkaar. Het minste nevel en zoveel mogelijk verf waar het hoort te zitten. Nu voor het echtje. Even die eraf halen. Qua instelling in druk, altijd de maximale druk instellen. Dus hij staat op standje 5, dan heb je voldoende capaciteit om te kunnen spuiten. Spuitafstand en in beweging het pistool opentrekken. Dus niet eerst opentrekken en dan pas gaan bewegen. Want dan heb je hier wel heel veel materiaal zitten. Dat is niet echt slim. Dan krijg je zelfs met muurverf kun je dan zakkers spuiten. Dus zo bewegen en meebewegen met je object. De volgende baan spuit ik er weer in. En dan de volgende baan weer. En zo ga je door. Totdat je een horizontale of een verticale baan als eerste hebt gedaan. Probeer altijd te werken met een kruislaag. Als je gaat werken met een kruislaag heb je altijd het voordeel dat, stel je voor dat je ergens niet goed bent geweest. Je hebt iets overgeslagen of wat dan ook. Stel je voor dat je hier dit gaat spuiten en je hebt een deel niet geraakt. Ga je hem altijd met de volgende baan ga je hem nog een keer raken. Dus dat is de beste manier in een kruislaag spuiten. Ga je boven je hoofd werken, dan hebben we nog de mogelijkheid van een verlenglans. Ga ik zo meteen laten zien. Maar stel je voor dat je helemaal bovenin bezig bent. Zorg er dan ook voor dat je je pistool recht houdt. En ga niet deze beweging maken, want ook dan komt het te veel op je plafond. En zeker als dat een andere kleur moet worden, is het onhandig natuurlijk. Wat ik verder nog wil vertellen is, op het moment dat je klaar bent met spuiten, zorg ervoor dat de deuren en de ramen eigenlijk een beetje dicht blijven. Het is het handigste om die muurverf langzaam te laten drogen. Dus ga er niet voor zorgen dat je alles direct open zet. Natuurlijk ben je daartoe natuurlijk wel, zou je dat het liefste willen doen. Ook vanwege het stof van het spuiten wat er ontstaat. Maar probeer het langzaam te laten drogen, dat is altijd beter. En verder, ik ga nu het verlenglansje er even tussen zetten. Dan kun je ook nog heel even zien hoe dat werkt. Zo, even het verlenglansje ertussen gezet. In dit geval 30 centimeter. Komt direct op je pistool. En je spuittip en je spuittiphouder, die komen weer aan het uiteinde. Er zit overigens bij iedere verlenglans zit een extra spuittiphouder. Naast die van 30 centimeter hebben we ze ook van 60 centimeter, dus diverse maten en uitvoeringen. Als dit gebeurt, wat je nu net onderaan zag, dat kan je niet normaal gesproken laten zien, maar het gebeurt een keer. Dan heb je een verstopping. Heel makkelijk, draai de spuittip om. Spuit op een plaats waar het heel even geen kwaad kan. Bijvoorbeeld daar. Huppata. En je kunt ook direct weer aan de gang. Dat is makkelijk. Uiteindelijk komt het er dan ongeveer zo uit te zien. Dit is een hele grove wand, maar vooruit. Ik ga nu nog heel even mijn masker opzetten. Mijn mond dicht houden, is ook wel prettig voor jullie. En dan spuit ik het laatste stukje nog heel even af. Zo zie je maar, de snelheid zit erin. Je laagdikte heb je voor elkaar. Werken met een 350M en muurverf geeft eigenlijk een perfect resultaat en lekker veel snelheid. Dus heel veel plezier er alvast mee.